Het bleek een wereld van verschil. De studio in Hilversum, live in de uitzending. Of een stille huiskamer in Haarlem met opnameapparatuur op tafel. Ja, en zo leer ik nog eens wat. Serieus, dat meen ik. Je denkt namelijk niet... Nou, laat ik eens een interview houden over ambiguïteit. Veel te abstract. Maar gaandeweg blijkt het gevoel voor dubbelzinnigheid zich aan mij te hebben opgedrongen als een diepe drijfveer. Zo werkt dat dus ook, interviewen. Het is een middel om jezelf beter te leren kennen. En toen stond ik dus opeens weer op straat. Met een microfoon en een recordertje.